Graf, hè? We hebben hier een ecologische tuin geopend. In de tuin van het Noorbehoes. Een heel toegankelijk, laagdrempelig toegankelijk wijkaccommodatie. Nou, de bedoeling is om de biodiversiteit te vergroten. Doordat je verschillende plantensoorten uitgezaaid hebt, komen er ook diverse insecten op af. En die insecten hebben we weer nodig voor bevruchting ook van planten en van vruchtbomen. Het is eigenlijk een voorbeeld voor de omgeving. We hopen dus dat mensen ook in hun tuin wilde bloemen gaan toepassen. Want de afname van het aantal insecten in de wereld is gigantisch. En zonder insecten redden we het niet. Je kan alles betegeld hebben. Of zand of gras of wat dan ook. Maar juist door zo'n bloemenmengsel in te zaaien, wat we hier achter ons zien, zie je dat het allerlei ruimte biedt voor die insecten, wat natuurlijk ontzettend goed is voor die biodiversiteit. Mensen vinden het lastig om een tuin te onderhouden. En mensen vinden misschien die diertjes ook, het belang zien ze er niet van in. Dat zijn kriebelende beestjes. Mensen hebben een hekel aan een aantal insectensoorten, maar we kunnen er gewoon niet zonder. De hele tuinaanleg die heeft ons iets van €16.000 gekost. En de provincie heeft het grootste gedeelte betaald. De gemeente die heeft het grondwerk gedaan en de zaak ingezaaid. En Twentse Nobbers hebben ook nog een bijdrage van €2.000 geleverd. Ja, als je om je heen kijkt, veel wilde bloemen, toch wel een beetje een rommeltje. Best een dure tuin dan, voor €16.000. Ja, maar goed, dat zijn de duurste kosten niet. We hebben dus ook verharding moeten aanleggen. Je moet minimaal tegelverharding hebben om een beetje rondom het pand te kunnen lopen. De rijbestalling, dat heeft nog wat gekost aan hout. Beplantingen, we hebben dus een aantal leilindes, een appel en een sierappel. En dus alles met elkaar. En ook deze afrastering hier achter mij. Dat zijn alle kosten die je moet maken. En dat loopt hard op hoor. Het aanloop zeg maar, zou nog wat beter kunnen. Ik moet zeggen dat het wordt wel steeds beter, maar we bestaan nog maar 3 jaar. En van die 3 jaar hebben we 1,5 jaar corona gehad. Dus voor deel zijn we dicht geweest. Het belangrijke is dat we activiteiten organiseren. Maar gewoon mensen die eventjes naar de winkel gaan en een kopje koffie drinken, dat valt nog tegen. Dus we willen proberen om misschien tussen de middag met belegde broodjes en soep, op die manier mensen hier binnen te krijgen.